Hallo, we hebben laatst al een Afrikaanse vrouw getekend en we gaan vandaag ook iets tekenen uit Afrika. Het leeft in de Nijl en daarom heet hij ook Nijlpaard. Ja, het heeft trouwens verder niks te maken met die Afrikaanse vrouw natuurlijk, maar laten we eens een Nijlpaard gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag gaan we een Nijlpaard tekenen. Ik vind een Nijlpaard, ik vind het echt wel een leuk dier om te zien. Ik weet niet of je de film Madagaskar kent. Ja, dat is ook echt een schattige Nijlpaard wat daarin in voorkomt. Zo. Dan hebben ze van die gekke kleine oortjes. Zo. Nou, dan is dat het een beetje zo. Hè. Dan is het toch helemaal een leuke Nijlpaard. Maar een Nijlpaard, totdat hij zijn bek open doet. Hè, want ze hebben een enorme muil, zeg maar. En daar zitten best grote tanden in. Ik denk ook dat je in het water, als er een Nijlpaard op je afkomt, de kans dat je het overleeft is klein, denk ik. Een Nijlpaard met de bek open. Laten we dat dan ook nog eens even tekenen. Dat is nog niet zo heel simpel. Maar we gaan ons best doen. Zo, er zit hier van die slagtanden. Zo. Ja, en hier hebben ze ook volgens mij ook slagtanden zitten aan de bovenkant. Ik durf het eigenlijk niet zeggen. Ja, volgens mij wel. Zo. Neusgaten, zo. Nou, dat is weer die oortjes nog, maar ja, deze ogen zie je dan niet meer. Dit is gewoon eigenlijk één grote. Een groot gat natuurlijk, en donkere met die slagtanden erin. Dit is een voorbeeld van een Nijlpaard, maar laten we ook eens gewoon een Nijlpaard helemaal tekenen met zijn lijf en alles erbij. En een nieuw blaadje. Hoe ziet zo'n Nijlpaard er dan uit? Hè? Een fors lichaam. Zo, en dan vrij kleine pootjes. Ze kunnen trouwens wel ontiegelijk. Ze kunnen lang onder water, een Nijlpaard. En ze kunnen ook best goed zwemmen. Dus op land zijn ze niet zo snel. Dus daar heb je een grotere kans om het te overleven mocht je een Nijlpaard tegenkomen. Ik zou het niet uitproberen, zeg maar. Oren. Oog. Zo. En neus. We gaan hem met de bek open tekenen. Zo. Oor, zeg maar zo. Een klein oortje. Maar. En hier zitten dan nog wat plooien zo. Nou ja,
je ziet het. Ik doe ook niet dagelijks een nijlpaard tekenen. Maar... achterpoten. Even wat donkerder doen. Dan zie je dat ze verder weg zijn. Nou, hier mag best een glimmertje op zo. Zo'n nijlpaard is natuurlijk nat. Ja, en dan hebben ze een heel klein staartje. En uitkijken, want ik heb dat een keer in een natuurfilm gezien. Als ze gaan poepen, dan gaan ze zwaaien met die staart. En dan vliegt echt de stront in het rond. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Dat je dan in de buurt staat, want dan, ja, dat is niet fijn, denk ik. Goed, ga zelf misschien ook eens een nijlpaard tekenen of een beest uit de Nijl. Het kan natuurlijk ook een krokodil zijn, dat die leeft ook in de Nijl. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.